Mensen, het is gelukt. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. We hebben 500.000 abonnees. Super tof. Thanks. Dikke SO naar jullie. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik ben oprecht zo... Ik ben er tandoe blij mee. Nu krijg ik geen playbutton, maar ik heb wel 500.000 abonnees. 500.000 klinkt er als ziek veel. Ben je niet gewoon weer op mijn kanaal? Kan niet beneden. We gaan nu richting het... miljoen! Mensen, 2021 gaan we het miljoen aantikken. Heb ik al 50.000 abonnees per maand nodig, maar dat moet lukken in principe. Vandaag heb ik iets leuks, namelijk mijn ongelofelijke acteerdebuut. Ja, 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 ik werd gevraagd of ik hier aan mee wilde doen. Toen moest ik een soort auditietje doen en dat ging op zich prima. Toen werd ik gevraagd om voor de serie Edelfigurant te zien op NPO 3. Het is niet gesponsord, waarschijnlijk krijg ik weer geen advertentie. Dus ik word het weer geblokt. NPO, als jullie dit zien, doe even whitelist zodat ik het kan uploaden. Dankjewel. Maar zoals je ziet, ik werd gevraagd als Gameboy. Ik ben een jongen die veel gamet. Nou, dat klopt. Natuurlijk volledig. Ik game superveel. En Irma, dat is deze vrouw die je hier ziet. Heel veel mensen daar wel kennen. Die is zeg maar figurant. In de serie is ze figurant. Dus zeg maar dat ze soort kleine rolletjes krijgt. Dat is dan ook het idee van de serie, dat zij een figurant is. En nu was ze dan, had ik haar ingehuurd om mijn moeder te zijn. Dat was dus het plan. Nou, ik ga eens even kijken. De comments. Wat vind je van Koens acteerdebuut? Zeer huts en kaasje. Zeer goed. Hallo! Dat ben jij zelf en hij doet het goed. Lisette, dankjewel. Geweldig. Oprecht wel goed. Ferry, nou, mensen zijn ongelooflijk enthousiast. Kwam af hoeveel geld Koen hier heeft vorige keer om zich hiervoor te laten strikken. Goeie acteur die Koen. Koen met NPO. Nee, ben je geen NPO dat ik dit in mijn leven nog wel meemaken. Jezus, anders word ik nou weer naar te gluren. Nou, goed, we gaan kijken. Ik kan het waarschijnlijk niet aanzien, want jezelf terugzien zoiets is echt heel erg moeilijk, vind ik. Maar laten we maar gaan kijken. Ik ben benieuwd. Let's go. Oh, lekker patience. Sorry, ik weet het dus niet, want ik was hier nog niet bij. Dus dit heb ik allemaal nog niet meegemaakt. Ik weet niet wat het is. Zo. Is het een vals spelen? Voor mij mag het niet, hoor. Wat een goed begin. Hoi. Hey, Samaya. Spelletje doen? Ja, leuk. Nou, dit was het buurmeisje van haar in de serie dus. Nou, het staat hier duidelijk in de handleiding. Wie in de put belandt, die blijft daar zitten totdat een andere speler je daar... Nou, dit boeit echt helemaal niks. Ik ga het gewoon doorspoelen. Ik heb een nieuwe klus voor je. Ah. Game, moeder. Oké, ben ik dan gay of is mijn kind gay? Nee, ik ben niet gay. Game, moeder, ik ben niet gay. Wat is dit nou weer? Game, moeder. Oh, dankjewel. De moeder van een gamer, een streamer, een twitcher. Wat voor taal spreek je nu? Ik heb geen idee wat je... De moeder van een jongen die computerspelletjes speelt. Oh, oh. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, ik ben gek op spelletjes. Waarom is hij aan het darten? Wie dart er tijdens de werk? En wie heeft nog zo'n oording in? Even serieus. Ja, dat ben ik! Sorry voor de troep hier. Ja, is geen probleem, Gameboy. Zeg, en is dat nou je echte... Ik zit eens op de... Ik heb een borrel! Nee! Ja, ik zal even uitleggen wat we gaan doen, maar... Oh. Kopje thee? Dat vind ik lekker, ja. Oké, nou, mijn maat, Linke Leo, die is hartstikke viral gegaan in een video samen met zijn moeder. Toen dacht ik van, nou, dat wil ik natuurlijk ook. Alleen, ja, ik heb niet echt goed contact met mijn moeder, dus ik dacht... Ik huur er gewoon één. Echt heb ik wel goed contact met mijn moeder. Mam, ik weet dat je dit kijkt. Dit is acteren, het is niet echt. Voordat je denkt, ik heb geen goed contact met je. Ja, god, en wat voor eentje, hè? Hier staat wel 30 jaar professionele ervaring. Ja, precies, helemaal top. Dus ik ga snel me rond. Dit is Loes dus. Zij is echt ziek aardig, echt leuk. En ze zei ook een beetje hoe het in elkaar zit, hoe het werkt. Het is echt leuk om te leren. Zeg maar, ik word nooit acteur, want ik vind dit heb... Nee, het is veel te veel moeite. veel te veel moeite, dit was leuk om te doen. Maar voor de rest veel te veel moeite. Maar zij was echt super aardig, echt fucking nice. Iedereen daar was heel aardig, maar zij was ook echt super aardig. Goed verhaal. Die idee was dus dat ik ging dan zogenaamd dus even nog mijn stream afmaken, want ik was aan het livestreamen. Ja. En dan daarna zouden we een video gaan opnemen en dan zou ik haar killen en dan zou dat helemaal viral gaan op internet. Dat was het idee. Nou, epic. Zeg, en is er nog een... epic. Kunnen wij gaan battlen? Helemaal leuk. Nou, epic. We zeggen dat script ook, dus dit is geen vat. In het script wat ik had gekregen stond ook een tandoe van dingen die helemaal niet klopten. Epic stond er dan ook in. Epic. Epic! Maar ook een paar andere dingen die zeggen van, dit zou ik nooit zeggen. Dus dit slaat neer. Zeggen van, ja, oké, maar wij zijn natuurlijk wat ouder, dus wat anders. Maar wel lachen. En is er nog een script? Nee, ik werk niet met een script. Het lijkt me veel leuker als je geen idee hebt wat er gebeurt en je gelijk kill. Hilarisch. Oké, dus volledige improvisatie. Ja. Nou, dat is een hele mooie uitdaging. Ik zou zeggen, ik ga er helemaal voor. Ja? Ik laat het gebeuren. En ja. Hoe ik hier een zinloos rondje loop. Ik ben dus aan het streamen nog, hè? Je hoort allemaal schoten hoor. Ik ben vet aan het streamen. Gameboy. Mama wil even een kopje thee gaan zetten. Is dat goed, mijn zoon? Gameboy. Dit slaat er nergens op.
Het lijkt wel f***ing Aleppo waar we zijn. Is het goed als ik het eten wat niet meer goed ruikt weggooi? Dit slaat echt nergens, wat moet je zien? Oh! Gameboy, heb je alles onder controle daar? Ik heb dit allemaal niet meegemaakt, hier was ik dus niet bij. Gameboy, even een tandje lager! En nou is het afgelopen! Ja, we gaan wel lekker! Zo, wat gaan we lekker? Ben ik lekker aan het schieten, joh! Jongeman, niet jouw beurt. Wat is dit voor bloedbad? Dit is toch letterlijk. Ik dacht ook, ik las het. Ik dacht van, hebben ze gekeken naar het stuk dat Milo's vader weer kwam met die dingen? Ja! Wat is dit voor bloedbad? Ik zit niet in mijn stream. Er liggen daar 12 zwaar gewonden in het veld. Kappen nou, kappen! Ik hoef nog maar 8 multikills en dan. Jij moet helemaal geen kills. Jij moet trouwens eventjes luisteren naar mij. Ik ben live. Ik ben live. Hier en nu. Uit dat ding. Uit! Ik was niet blij, hè? Waar zie je het knopje? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Wil ik een raam openzetten? Het ligt aan, nou, dat zijn we natuurlijk niet gewend. Als gamer ben je niet gewend dat het licht aangaat. Licht moet altijd uit zijn, dan game je veel lekkerder. Hey, Holland, het is een beetje psycho geworden. Oh, you're psycho! Het boeit me niks! Ik heb scheid in de wereld! Pardon? Wat zei jij over je Oh. Wat zei jij? Oh, ik ben bang! Naar je kamer! Dit is toch mijn kamer? Naar de woonkamer, nu! Wat is deze muziekkeuze trouwens? En waar was dit nou in vredesnaam voor nodig? Het is maar een spelletje. Nee, dat is het niet. Mens erger je niet is een spelletje. Pimpampet is een spelletje. En dit is pure massamoord. Oh, jij bent natuurlijk de heilige Maria die ja? Een lieve en brave personage speelt. Nou, ik denk in ieder geval altijd heel erg goed na over de personages die ik speel. En wat dat kan betekenen voor de maatschappij. Moet je mijn telefoon afgaan? Denk je dat is irritant, Koen, zet je telefoon uit? Dan zeg ik, oké, doe ik. Hoezo? Je speelt ook in de misdaadseries. Ik heb je cv toch gelezen? Met ja? Rijk 3. Ja! Oh, klein throwback! Dat was gewoon anders. Ja. Ik vind gewoon slachtoffers, die verdienen een gezicht. Maar moordenaars niet. Nou, deze moordenaar zal de komende tijd zijn gezicht niet laten zien. Ik schaam me kapot. Ja mensen, ik schaam me kapot. En even, kunnen we even een minuut stilstaan voor mijn enorm goede acteerskills? Nooit geacteerd en gelijk een ingaat volgens hartstikke idee. Nee, is niet beste. Zet dat ding nou toch eens recht. Zo, kijk, hey, ik heb allemaal berichten. Wat een legend die ma van je. Haha, die moeder van jou. Lijpe moeder. XD. Oh, niemand gebruikt meer XD. Man. Ze houden van je. Een gifje. Gifje. Je bent een meme. Ze vinden je... Tering, dat was geen paracetamol. Je mag niet op twee porno. Wat zijn dit voor fantastische memes? Je bent een enorme hit. Holy shit. Je gaat zelf internationaal. Kijk. Internationaal? Kijk. Vet nieuwsartikel, hè? Gameboy, hilarious. Mom, loser, patient. Ja, mijn patiënt ligt gewoon thuis naast mijn ganse bord. Putkop moet erin blijven tot een andere speler lang. Dus als het dan als het een ganzenbord van... Ja, we gaan lekker ganzenbord. Dat is veel leuker. Ik net f***ing viral was gegaan. Hier is dus de ganzenborden. Hey, ik heb hier nou toch een moordklus voor je. Weet jij nog, de In een Misdaadserie waarin jij lijk nummer 3 was? Oh, dat mag niet. Nee. Nou, die wil ik jou dus dolgraag terugzien. Omdat je zo goed was. En eigenlijk ook omdat je een klein beetje onherkenbaar in beeld was. Maar dit keer willen ze je niet voor de rol van lijk, maar ze willen je in de rol van psycho killer. Lijkt je dat wat? Wat schuift. Oh, je gaat dus gewoon doen als mijn geld oplevert. Triest! Mensen, dit was mijn acteerdebuut. Hopelijk vond je het leuk. Als je mijn acteerdebuut niet leuk vond, dan snap je er helemaal niks van. Ik ben de actor. I'm the best actor in the world. Yeah! Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Dit was mijn laatste video van 2020. Het was voor mij een erg bijzonder jaar. Ik heb heel veel abonnees erbij. En geld. Nee. Nee mensen, even serieus. Ik wil jullie bedanken voor 2020. Ik heb veel leuke videos mogen maken. Leuk nummer, geen caché mogen maken. Allemaal andere leuke dingen kunnen doen. En dat had allemaal niet gekund zonder jullie. Dank jullie wel allemaal. Erg lief. Ik hou van jullie. Allemaal stuk voor stuk. En dan zie ik jullie weer, volgend jaar. Ha! Jaren in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen caché. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest.